Donderdag spelen we tegen Karabach. We hebben 4-1 gewonnen de vorige wedstrijd. Hebben we al gewonnen spel? Nee, daar moeten we niet van uitgaan. Het is een goede resultaat dat we hebben gezet, maar we weten niet wat we daar kunnen verwachten in een ander land. En de support is daar zo, maar als we een spel blijven spelen, kunnen we een mooi resultaat zetten. Wij hebben nu thuis gespeeld en we hebben 4-1 kunnen winnen. De supporters stonden geweldig achter ons. En in Azerbeidzjan zal het omgekeerd zijn. Daar spelen we in hun klimaat, warm klimaat. Dus zal het meer voor ons zoeken zijn en zullen we toch scherp voor de dag moeten komen. Maar het is wel zo dat we als we gewoon ons eigen ding doen, dat we niet in de problemen mogen komen en dat we ons moeten kwalificeren. Met 4-1 mag dat gewoon niet mislopen. Nee, maar ja, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren, maar laten wij onze spel spelen en komen we met een goed resultaat terug. Dat mag inderdaad niet meer mislopen. Ik denk met zo'n uitgangspositie moet je het Club Brugge zijnde gewoon kunnen afmaken. Wat wel duidelijk is, je merkt het ook in de sfeer in het stadion, de sfeer onderling tussen de spelers. Jullie zitten duidelijk erg in de winning mood, hè? Ja, tuurlijk. Als je wint, kan de groep aan elkaar meer vertrouwen en kunnen we meer doen. En zo kan je zien ook dat wij in teambelang gewoon het heel goed hebben gedaan. Ja, dat is zo. Er is echt de laatste tijd iets losgekomen in Brugge. Zowel bij de spelers die hunkeren naar een prijs en ook de supporters die volop achter ons staan. Ze deden dat altijd, maar je voelt gewoon, niet alleen in het stadion, ook in de stad, dat er gewoon veel beweegt rond Club Brugge. Je tweede goal in twee officiële wedstrijden. Mogen jou op het einde van het seizoen vooral in de topschutterslijst verwachten? Nee, ik ga niet voor de gouden stier natuurlijk. Ik probeer zoveel mogelijk mijn best te doen en gevaarlijk te zijn voor de goal. En nu zit het een keer mee en ben ik goed op dreef. Is dat omdat je zoveel zelfvertrouwen hebt? Dat je meer durft naar voren gaan? Jawel, ik heb het vertrouwen om een keer mee naar voren te gaan. Omdat het achterin gewoon heel goed loopt. En dan kan je iets meer gaan doen. En het is toch wel een kwaliteit van mij om initiatief te nemen en een man meer te creëren. Het klinkt wel met Michael Almebeck. Jullie vullen elkaar wel goed aan, hè, vanachter? Ja, Mikey is altijd aanwezig en weet op het juiste moment om mij te coachen. En, op dit moment doen we het gewoon nog heel goed. En hopelijk kunnen we met de moeilijkere wedstrijden die we krijgen ook gewoon een goed resultaat zetten. Merk je ook dat jij steeds populairder wordt bij de supporters? Ik ben al een Twitter-king, dus ik hoop dat het nog mooier kan worden hier zo. Maar het gevoel heb ik dat het met de supporters gewoon heel goed klikt en hopelijk blijft het zo. Je gaat gewoon eigenlijk op je elan door van de tweede helft van vorig seizoen? Ja, dit is een half seizoen wat ik gewoon heel goed heb gedraaid. En ik heb tegen mezelf gezegd dat ik dit gewoon door moet zetten. En zodoende kan ik de club ook helpen.